fabrieken met 240 medewerkers produceren we hoogwaardige papiersoorten. Dat doen we op twee grote papiermachines. Op jaarbasis produceren we 180.000 ton papier. Onze kennis gaat ver terug. Wij produceren 125 jaar papier aan het Oostzeekanaal in Velzen. Als papierindustrie zijn we een hele circulaire industrie. Want wij gebruiken papier afkomstig van duurzaam beheerde bossen. En die vezels die gaan terug in het proces via de papierkartonkringloop. En bij Crown of Gelder hebben we gedacht, hoe kunnen we daar nog een extra stap zetten? Hoe kunnen wij nog verder verduurzamen door het inzetten van vezels die nu nog niet gebruikt worden? Dus echte innovatie, dat doe je door samenwerken, door het ontwikkelen van partnerships. Ons bedrijf is de Cosun Beet Company. En wij verwerken suikerbieten uit heel Nederland in twee locaties, Dinteloord en in Vierverlaten Groningen. De samenwerking met papierfabrieken is ontstaan uit de gedachte om meer lokaal te sourcen en met minder CO2 footprint. Een bietenveld van een hectare vangt ongeveer 30 ton CO2 af. Een bos doet 3 ton CO2, dus dat is een zeker voordeel. En het is ook lokale sourcing. Dus meestal zie je dat papierpulp uit Scandinavië komt. Ook een hele mooie bron, ook heel duurzaam. Maar je kunt het dus nog duurzamer maken. En vandaar dat we dus deze samenwerking tot stand hebben gebracht. Nou, de suikerbieten komen van het land. Vervolgens wordt daar de suiker uitgehaald. Ze worden tot frietjes gesneden, zoals dat dan heet. En vervolgens de reststroom die daarbij ontstaat. Dat is een stroom die wij gebruiken, die wij oppikken. Dat is ook een stroom die gedurende het hele jaar beschikbaar is. We gaan ze fijn malen. En dan komen er mooie cellulosevezels bij vrij. En dat gebruiken wij in het papierproces. Die frietjes, die bietenfrietjes, die kun je ook opkuilen. En op die manier heb je ze dus het hele jaar beschikbaar en kunnen we ook het hele jaar door papier maken. En als je dan kijkt, wat is dan de milieuafdruk van dat hele proces? Als je dat vergelijkt, dan is ongeveer 80% milieuwinst is te behalen als je houtvezel vervangt door suikerbietenvezel. En vandaar dat we ook voor die vezel hebben gekozen, omdat we echt een heel waar verhaal vertellen. En die 80% is echt gebaseerd op feiten. Een boom die groeit ongeveer in 15 tot 70 jaar, afhankelijk van waar die groeit. Dat is in principe al een circulair proces. Als je suikerbieten gebruikt, de suikerbietenvezel, een suikerbiet groeit in 1 jaar, of eigenlijk in 7 maanden. En dus heb je dus die cirkel, die circulariteit heb je verkort. En ook vanuit dat oogpunt maakt het interessant. Wij van Vergeelse, wij zijn de grootste aanbieder van een kilo pakken suiker die elke consument in de supermarkt in Nederland kan kopen. En mijn droom is dat elk kilo pak suiker verpakt en verkocht wordt in ons eigen suikerbietpapier. Onze kristalsuiker halen we al in de fabriek uit de suikerbiet, die verpakken we. En het mooiste zou zijn om dat in suikerbietpapier te kunnen doen. Wij zijn in een vergevorderd stadium met een aantal grote Europese partijen, zowel aan de retailkant als aan de producentenkant. In nauwe samenwerking met ook de verwerkers. Je ziet dat de netwerkverbanden hierin noodzakelijk zijn om tot een goede oplossing te komen. En deze bedrijven zijn niet alleen geïnteresseerd in het feit dat het product dus even goed verwerkbaar is en voedselveilig is, maar met name ook dat het bij hun ambitie past om duurzamer te produceren en te verpakken en te communiceren. Het papier wat wij van bietenpulp maken, heeft dezelfde verwerkbaarheid en bedrukbaarheid als papieren die we tot nu toe gemaakt hebben. Dat is heel belangrijk voor verwerkers, want die hoeven niet in de machines te investeren. En het product sluit uitstekend aan bij de duurzaamheidsbenadering van zowel voedselfabrikanten als van retailers. Het papier dat wij nu produceren met de suikerbiet, dat bevat een spikkeltje. En dat spikkeltje dat komt vanwege de kurkdeeltjes. En de buitenste schil van de suikerbiet heeft een kurklaagje. En dat wordt fijn gemalen en die fijne puntjes die blijf je zien in het papier. We hebben verschillende toepassingen. De eerste toepassing is logisch eigenlijk. Die komt van de leverancier van de suikerbieten zelf. Die maakt suiker en die wil graag suiker in suiker verpakken. Daar hebben ze allerlei verschillende soorten zakken voor. Dus dat hopen we te gaan leveren met dit papier. Er zijn heel veel merken die op zoek zijn naar een papier met een lagere milieuafdruk. Die wel in direct contact mag komen met voedsel ten opzichte van gerecycleerd papier. Dat mag niet. Dus dat is een product dat op dit moment nog niet in de markt is. En daar gaan we gebruik van maken.
suikerbiet, suiker. Wat kun je van suiker maken? Dat is natuurlijk bier. En nou, mijn grote passie is bier brouwen. Dus ik heb ook een keer, nou een aantal keer, heb ik bier gebrouwen met suikerbieten. Nou, dat is dit resultaat geworden. Nou, hartstikke mooi flesje ook, denk ik. Als je dit ziet, want ook het etiket, dat is gemaakt met bietenpapier. Uiteraard, bietenbier met een bietenpapier etiket. Nou, dat is ook een mooie toepassing van het bietenpapier. Maar hier gaan we in ieder geval van genieten. Nou, voor de komende 10 jaar is duurzaamheid het thema. Dan moet je denken aan energietransitie en halvering van de CO2-emissie in 2030. Daar werken we hard aan met andere partners. Wij willen heel graag de wereld van papier blijvend veranderen.